leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van By Filon, de wolwinkel in Berkel-Enschot. Ik ben Saskia, ik ben de eigenaar van By Filon. Ik ga je vertellen wat ik allemaal in februari heb gemaakt. Inmiddels is het 3 maart. 3 maart betekent dat er weer mensen in de winkel mogen komen. Ik kijk er enorm naar uit. De agenda is langzaam volgelopen, dus gezellig. Maar ik heb ook wat dingen afgemaakt. Even een slokje van mijn koffie. Allereerst heb ik dit Elsa popje wat ik heb gemaakt van het Epic Garen. Een truitje aangegeven en ik heb een rokje bij voor haar genaaid. Echt super leuk om te doen. De volgende staat ook alweer in de planning. Ik heb ook nog steeds boekjes liggen van Amy Lishley. Die zijn te koop in de winkel. Wat ik ook eindelijk af heb, is het Angela vest. En hij zit inderdaad zo lekker. Ik heb dus wel het originele patroon veranderd. Ik heb hem korter gemaakt. Dat vond ik fijner. Ik had al genoeg langere vesten. En wat ik ook heb gedaan, is een sluiting gemaakt. Dit is de Noorse sluiting. Gewoon een handig haakje en oogje om je vestje dicht te houden. Ik vind hem super leuk. Ik ben er ontzettend blij mee. Wat ik ook heb is nieuwe kleuren Angela. Ik heb ze besteld gewoon omdat er het voorjaar komt. Dus deze kleuren, ontzettend leuk om te combineren. Ook natuurlijk om apart te gebruiken. Dit garen Angela is natuurlijk niet alleen te gebruiken voor het Angela vest. Waarbij je 3 draden gebruikt en met naalden 8 breidt. Maar je kunt ook een dubbele draad gebruiken. Waarbij je naalden 4,5 of 5 gebruikt. Ik heb heel wat patronen in de winkel liggen waarbij naalden 4,5 tot 5 gebruikt worden. Waarbij je dit garen goed kan gebruiken. De bollen zitten 500 meter op. Dus het is lekker voordelig. Ik denk met een bol of 6 dat je al een geweldige trui hebt. Nieuwe Angela kleuren. Ook leuk om te maken is natuurlijk, omdat het voorjaar er weer aankomt, is dit boho vestje. Die had ik al af, ik geloof in oktober. Ik weet niet precies meer, maar ja, het was natuurlijk te koud daarvoor. Ontzettend leuk om te haken. Je krijgt het patroon van mij gratis. Je kan het boho vestje maken met katoen van Golden Fleece Carders. Daar heb ik hem ook mee gemaakt met deze kleur. Dat is die. Maar ik heb ook nog wat andere kleuren op voorraad. Dus ook te maken van een ander soort katoen. Ook heel leuk. De Rio Multi heb ik ook in verschillende kleuren op voorraad. Is ook leuk te combineren met de effe kleuren Janne Colors Must Have. Ook daar heb ik een aantal leuke lentekleuren. Ook hiervan kun je een vestje maken. Het boho vestje is zo te maken dat je ook een colorblok kan toepassen. Dus het rugpand een andere kleur. 1 schouder en rugpand een andere kleur. En ook de andere en dan de mouwtjes weer. Volop mogelijkheden. Op Instagram kwam ik een make-along tegen. Die ging op 1 februari starten. Het is een trui van Knit Love Wool. Ik heb gekozen voor de Aurealis, omdat die makkelijk zou zijn voor beginners. Ik heb namelijk nog nooit een truikleur ingebreid. En het is super leuk om te doen. Het patroon is heel leuk. Je leert er heel van. Verkorte rijen bijvoorbeeld. Ik zal hem laten zien. Dit is mijn trui. Deze is zo ver af. Oh, hij zit in de knoop. Deze is zo ver af dat ik het kleurwerk heb gedaan. Ik heb de steken apart gezet voor de mouwen. Ik ben verder gegaan in het rond met het lijf. En ik heb de boord eraan gezet. En ik heb nu 1 mouw ook al de steken opgezet. En die kan ik verder gaan breien. Je leert dus heel veel van de verkorte rijen. Dat is hierachter. Dan betekent, zoals je hier kan zien, dat het ruggedeelte, dus in je nek, dat die iets hoger komt te zitten. Wat eigenlijk lekkerder zit. Dan heb je niet zo'n kale nek achter. Verder is het super leuk om te doen. Ik kan het je ook aanraden als je wilt proberen om in te breien. Omdat je bij deze maar 1 kleur gebruikt. Als garen heb ik gekozen voor de Charming. Ik denk ik ga het gewoon eerst eens uitproberen. De Charming is een bolletje met katoen en acryl van Yarn & Colors.
Nou, ik vind het zo leuk uitkomen. Ik heb al eerder gebreid met de Charming en ook gehaakt. En het is, geeft een heel leuk effect. Dus deze ga ik nou mee verder. En hij is heel leuk met korte mouwen, maar ik ga het echt lange mouwen maken. Omdat in het patroon, dan krijg je een leuk ingebreid ook detail aan de boorden. Dus dat ga ik ook nog doen. Wat ik ook nog wil laten zien, dat is achter me. Ik heb wat nieuwe garens in kunnen kopen. Wat leuke kleurverloopgarens. Dit is het wat ik heb. Op is op. Ik heb gewoon zo breed mogelijk kleuren. Het is een acryl met polyamide. Maakt het lekker licht en heerlijk zacht. En ik heb grote bollen, de Baby Bee. Daar zit op 345 meter. Dus met 3 bollen kun je een behoorlijke sjaal al haken. Met 4 kun je zeker een vestje breien of een truitje breien. En 1 zo'n bol voor een kindertruitje breien is trouwens ook genoeg. En ik heb ook de acrylmix, er zit ook de polyamide in. Deze bolletjes zijn 165 meter per bol. Ook heerlijk zacht. Dat je weer in de winkel mag komen is fijn, want dan kun je het zelf komen voelen. Nu dat ik mijn Angela vestje af heb en de Aurealis trui alleen nog de mouwen hoef te doen, ben ik weer aan het zoeken naar een nieuw patroon. Ik wil graag nog een sjaal of een omslagdoek haken. Daarvoor ben ik veel op Ravelry aan het snuffelen op internet. Ravelry is een hele grote verzamelsite met allerlei patronen van ontwerpers, gratis en ook kooppatronen. En verder heb ik nog wat meer websites, bijvoorbeeld Freubelweb, waar ik vaak op kijk. Ik heb daar ook een blog over geschreven, waar ik mijn inspiratie vandaan haal, met allemaal klikbare links naar de verschillende websites toe. Ik zal onder het filmpje de links zetten, zo ook de link naar mijn blog, maar ook de links naar het patroon van de trui, de Aurealis trui. Dankjewel voor het kijken naar mijn vlog, wat ik in februari allemaal heb gemaakt en welke nieuwe garens ik binnen heb. Ik kijk uit naar al de mensen weer te zien die de afspraak al gemaakt hebben. Wil jij nou ook een afspraak maken om 30 minuten te komen winkelen? Dan zet ik hieronder even de gegevens. Dat kan door mij te bellen, en door een WhatsApp berichtje te sturen of door mij te mailen. En ik hoop je te zien in de winkel. Ik heb er heel veel zin in. Dankjewel. Doei.